Hallo iedereen, leuk dat jullie kijken naar weer een gloednieuwe video van mij. En vandaag heb ik weer een nieuwe adventure map. Het is een kleine minigame eerder gezegd. En ik heb het vroeger veel gespeeld. Het is nog best wel een oud spel eigenlijk. Namelijk Jetpack Joyride. En het is een app op de telefoon. Wat echt een super vet spel is. Echt, toen ik in de vierde zat, toen was het echt helemaal hot. En dat is alweer 3 jaar geleden ongeveer. En ik ga het nu spelen in Minecraft. En voor het geval je het nog niet kent, zal ik even uitleggen wat het is. Nou, dan zou je denken, als je hier rondkijkt, dan kan je het zo makkelijk uitleggen. Nee, er staat eigenlijk verder geen uitleg bij. De bedoeling is, je bent dit poppetje, dit mannetje, Jeff, als het goed is was het. Die ben jij en die heeft een jetpack. En dan is het eigenlijk de bedoeling dat je omhoog en naar beneden gaat met je jetpack. En dan de stralen niet mag gaan... hoe heet het? Niet tegen de stralen mag komen. Helaas hebben ze geen upgrade shop en zo voor allemaal andere jetpacks. Maar goed, de twee chefjes die het gemaakt hebben zijn deze man en deze man. Die een beetje aan het huilen is volgens mij. Oh, hij staat in de fik. Ja, ik... nou, weet je wat? We gaan gelijk beginnen. Ik heb nog geen score. Dus gaan we eens kijken hoe goed we doen. Ik moet zeggen, ik heb net wel even geprobeerd, maar het lijkt wel een beetje... En ja, het is gewoon heel simpel. Je ziet hier die lasers al. Oh, even die coins pakken. En dan gaan we gewoon kijken. Oh, die laser er onderaan had ik niet eens gezien. Welke score ja, we neer kunnen zetten. Zoals je kunt zien komen er ook raketten langs. In het echte spel komen die pas veel later. Met, ja, volgens mij de snelheid van het spel wordt niet steeds sneller. Het is alleen dat er steeds grotere, zoals deze... lasers komen waar jij dan ja die gewoon niet aan mag raken. Ja, die kleine mini daar die dat is allemaal geen probleem. Ja, ondertussen hebben ze dit spel echt zo geüpgrade dat je nou allemaal special achtige voertuigen krijgt. Oeh, ze gaan gelijk door de muur hier. Oh, volgens mij gaat hij nou wel een stuk. Wauw, wow, dat spel heeft het gewoon niet gezien. Zagen jullie dat? Ik ging gewoon letterlijk in die straal en hij zei van nee, deze zien we door de vingers. Maar in het echte spel nu is, hoe heet het, krijg je allemaal van die gekke power-ups en zo. En kan je in een robot veranderen die allemaal van die rockets tegen moet gaan houden en zo. Ja, en nu speel ik gewoon eigenlijk de originele versie. Wat echt super vet is. Mijn record hierop is volgens mij tussen de 3 en 4000. Oh shit, daar ging ik. Ah, fuck. Dat wist ik niet zeker. Dus we gaan kijken. Op de website van deze heeft iemand een record van 3000. Was het allerhoogste. En je ziet nou, ik zit nou al op 800. Hey, dat is al best wel netjes. Dus dan ben ik wel benieuwd of ik dat ook wel in kan halen. Ja, dan moet ik eigenlijk wel serieuze modus... Ja, zie je? Wauw, nou doet hij je wel. Fuck. Ja, je hebt ook allemaal van die power-ups in de shop normaal. Waar bijvoorbeeld dat je met je... dat je iets sneller naar beneden gaat. Of juist ja, dat je bounced en van alle andere dingen. En dat de coins naar je toe komen. Dat je een magneet hebt. En ja, hier is dat dus niet het geval. En hier zie je ook dat hoe verder je, hoe hoger je zit en hoe langer je valt, hoe sneller je valt. Wauw, dat was echt een hele kromme zin. In ieder geval, je valt steeds, nou fuck man. Je valt steeds sneller. Helemaal in mijn verhaal hier. Je valt echt steeds sneller en, oh wat? Was dat al 200? Ik had het gevoel alsof ik net echt heel lang aan het vliegen was, maar dat was dus blijkbaar niet het geval. En voor het geval je het nog niet gedaan hebt, of was dat duimpje omhoog, is wel... Oeh, daar ging ik weer bijna helemaal in mijn verhaal. Zal wel chill zijn. En weten jullie nog meer... Ah, fuck. Ik denk, ik ga er even overheen. En weten jullie nog meer leuke adventure maps, slash minigame maps, wat dan ook? Laat even weten. Die is natuurlijk voor 2 mensen, want deze was alleen. Vandaar dus ook dat Stan er niet bij is. Anders kon ik het samen met Stan doen. Maar helaas is dit een map die je in je eentje... kan moet spelen. Je kan, als ik zeg kan, dan lijkt het alsof je het ook met 2 mensen kan. Maar holy shit, het begint echt. We gaan dus even serieuze modus, want het is toch best wel lastiger dan dat ik dacht. De eerste keer dat we hem deden was het gewoon ja, supergoed en nou is het gewoon 3 keer niks. Ja, dat komt misschien ook omdat het door die beetje zo'n lijkachtige, dat poppetje, dat beweegt echt zo raar.
dat het gewoon echt heel lastig is. En voor het geval je zelf de map eens een keer wil uitproberen of wil spelen, wat dan ook. Het enige wat je nodig hebt is Minecraft 1.9 en de map. De map is te vinden in de beschrijving. En ja, dan kun je het zelf proberen. Als je het hebt gespeeld, laat even je highscore weten. Met screenshot of wat dan ook. Als het kan, via Twitter is ook wel leuk. Want ja, natuurlijk kan je wel zeggen, ja, ik heb 50.000 gehaald. Maar ja, dan wil ik natuurlijk wel bewijs hebben, hè. Oh shit, die raket ging fucking snel. Maar normaal in het spel gaan die raketten bijna meteen af. En hier moet je echt gewoon 10 minuten wachten voordat ze gewoon ja, schieten. Dus daarom is het best wel lastig. Dus ze volgen je heel lang. Dat uitroepteken. Dus daarom was het best wel lastig om te ontwijken net. Ja, ik wil eigenlijk gewoon echt bij die 1000 komen vandaag. Dus dan gaan we gewoon... Ja, serieuze modus even. Serieus gezicht. Kijk, dan gaan we nou gewoon dit bovenaan vliegen. En dan... Nou, zie je? Nou, schoot hij af. Nee, zie je? Oh, shit. Ja, je moet echt... Het is ook net als bij race-spellen. Van mensen die veel race-spellen op de computer spelen of zo, of wat dan ook. Dan is het dat als je bijvoorbeeld wil gaan remmen of zo, harder wil remmen, dan ga je het knopje harder indrukken. Oeh, dit is spannend. Pa. Oftewel... Hoe heet het? Ik zit nu dus ook elke keer als ik net te ver naar beneden ga, zit ik zo mijn shift, want het moet met shift, harder in te drukken. Oh shit, dit ziet er vet uit. Oh nee. What the fuck? Oh shit man, net hadden we die achtergrond niet. Dit ziet er wel echt lijp uit, want dit is in het echte spel ook. Nou, ik probeer hem gewoon nog een paar keer. Nou, dat was echt vet, want dat hadden we net niet op de eerste keer. Volgens mij hadden we alleen maar deze saaie witte muur. En niet die, ja, die storage room achter iets. Wat ik ook gezien heb, is dat je ook een plantenachtergrond hebt. Dat is ook wel leuk natuurlijk. Maar ja, deze dingen die worden allemaal trouwens gegenerate gewoon automatisch. Dus het is niet dat elke game de lasers precies hetzelfde zijn. Hoppa! Dat dacht ik even niet, hè. Gekke raket. Ja, verder dan dit is het eigenlijk niet. De minigame is niet zo heel groot, maar ik vind hem nog steeds wel heel leuk. Was het spel zelf was ook eigenlijk niet zo groot buiten de shop om. Was ook niet meer dan dit. Maar ja, als je het op de telefoon speelt, dan is het toch wel echt wel leuk. Nou gaat het trouwens ook echt gewoon veel beter dan net. Oh, zie je? Oh, deze is mooi. De achtergrond. Vet. Ja, kom. Mooi. Dit is wel echt een hele gave achtergrond. Nu zijn we onder het water. Nou, kijken of we dan... mijn record is er nu toe net iets minder dan 860. Oh, shit. Dat was wel echt heel close. Die raketten die komen ook echt gewoon heel vaak. En dat is... kijk, daar komt hij weer aan met zijn uitroeptekentje. Omhoog jij, netjes. Oh fuck. Dan wou je niet aan menen dat ik echt bijna om mijn eigen... Nee, shit. Ja, zie je, die stralen worden nu ook veel groter. Hey, precies 900 score. Dat vind ik best netjes. Nieuw record. Staat er ook mooi, mooi. Nou, dan doen we hem nog twee keer. En dan houden we het weer voor gezien voor vandaag, mensen. Hoe jammer het ook is. Maar op een gegeven moment begint de minigame een klein beetje te vervelen. Ik durf niet te hard te zeggen. Nee, voor de makers, dit is wel echt, echt vet hoe het gemaakt is. Dan kan je ook gewoon zien wat er allemaal kan met 1.9. Ik had ook gezien dat een van hun ook een soort... Tetris-achtig iets gemaakt hadden. Ook in Minecraft. En dan krijg je ook een achtig net als dit. Dat je het van de zijkant ziet. Ja, dat is natuurlijk gewoon echt heel leuk gemaakt. Ja, shit. Oh, net boven mijn kop. Aight. Nou krijgen we als het goed is die... Mag ik zo naar... Oh, er komt nog... Ai, die missile dacht maar even te pakken. Maar nee, helaas. Wow. Dat was het misselgeluid. Het kan zo zijn dat ik gewoon die missel net over mijn kop was gegaan, maar je ziet gewoon helemaal niks in die tunnel. Oh kijk, nu hebben we weer die vette storage achtergrond. Door die resource pack wordt het wel echt gewoon veel vetter. Oh shit. Oh ja, mooi. Onderdoor. Ja, echt heel leuk gedaan.
Oh, ja. Mooi. Dan gaan we lekker. Smileytje erop. Nog een smileytje erop. Beetje in het midden blijven. Kijk, want dan kunnen we mooi. Oh, hartje. Uit. Dit is de eerste keer dat ik de tweede heb gehaald. En dan krijgen we weer inderdaad die... Oh nee, wacht. Er was net ook al dat misselgeluid. Maar kijk eens mensen. Het doel van vandaag is bereikt. Oh shit. Oh, wat doe ik? Ik zag die schuine waar ik nou net langs kwam. Die zag ik nog niet eens aankomen. En nog ga ik omhoog. Ah, fucking dom. Maar mijn doel van vandaag is bereikt. Namelijk 1000 punten. Super vet. Dus nogmaals, als je de map zelf wil gaan spelen, kijk even in de beschrijving. Er zal een linkje staan naar de download ervan. Heel simpel. Wel even aangeraden om ook... er zit een resource pack in. Dus niet als je de map downloadt meteen in je maps pleuren en dan gaat spelen. Misschien dat het wel werkt, maar de resource pack zit er al in. En ik weet niet of dat automatisch gebeurt als je hem speelt, dat hij dan ook erin laat. Volgens mij niet. Dat je die ook nog apart in je resource... shit, packs moet gaan doen. Maar ja mensen, dat was de video van vandaag. Ik ga even terug naar de main lobby. Dan kan je mijn high score zien. Misschien ook een aantal coins die ik heb. Nou, dat zie je. Maar hier kan... Oh, wacht eens even. Wat is hier? Oh! Lol! Je kan wel je jetpack upgraden. Fucking vet. Dat wist ik niet. Maar er staat nee. Oh wel, er staat wel over coins. Ik heb 400 coins. Ai, net niet genoeg voor al die andere jetpacks. Museum. Wat is dat dan? Oh, ik dacht ik heb die hele map al gespeeld, maar... Field of View hebben we al gedaan. Dit is wat je krijgt onder je... Achter event. Oh, wacht. Ik vind deze wel vet. Die kopen we. Activated. En dan gaan we even kijken wat dat museum is. Echt, wat schandalig. Dat ik daar niet eens door had met die shop. Nou, wat is dit dan? Museum. Oh, wacht eens even. Wat is dit? Oh, die kun je dan ook allemaal... Oh, hier krijg je alle wat ze allemaal gemaakt hebben. Heel leuk gedaan. Wat is dit? Oh, je kan zelfs een foto van jezelf maken. Ah, hebben ze hier al die spiegel gemaakt? Oh, fucking vet. Echt, joh, super vet om te zien dat je hier al die jetpacks... Wat is het? Ja, wacht, je kan dan op het knopje drukken. Oh, die is eigenlijk best wel klein. Die lijkt ook echt gewoon groot. En hier heb je die gouden. Oh, echt super vet. En dan kijken wat hier zit. Oh, hier hebben we een minecart. Waar gaan we naartoe? Gaan we even kijken. Oh, dit is om even te laten zien hoeveel command blocks het is. Maar daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin om dat helemaal te doen. Oh shit, ik ben survival moeite achter iets. Maar je moet wel eens zien hoeveel... Ja, dit is echt ziek. Maar ja, ik loop mooi even terug. Oh nee, ik kan er niet eens in. Ah, dit meen je niet. Ah. Zo, zijn we terug. Ze waren al erop voorbereid voor mensen net als mij die er meteen uitlopen. Back to the lobby. Nou, dan gaan we weer naar de lobby. Nou wil ik toch even gaan spelen nog één keer met die drengen erachteraan. Met dat roze shit. Dus even kijken of dat ook... Ja, zie je? Nou zit er van dat spoor achter me. Oh, heel leuk gemaakt. Mijn computer vindt het ook heel leuk, want het lijkt volgens mij nu nog harder dan net. Maar het is echt super vet. Ik wist dus niet dat er ook een shop in zat. Maar blijkbaar dus wel. Nou, hartstikke mooi. Nou, dan gaan we kijken hoe ver we zo gaan komen met die... Ja, dan is het wel wel leuk. Want dan kan je echt, dan heb je echt een doel voor ogen wat je wil gaan bereiken met die punten. Dus nu zijn die punten dus ook belangrijk. Ik dacht dus aan het begin dat die punten dus gewoon voor de gein waren. Maar nee, die waren dus gewoon legit voor andere... jetpacks, heel vet. Helaas dat je niet een andere skin kan pakken. Dat hadden ze misschien ook wel kunnen doen. Als je kijkt wat hun allemaal konden met de command. Shit, command blocks. Hadden ze ook wel andere skins kunnen doen. Maar, buiten dat, een hele vette game. Gemaakt, echt super tof. Ja, echt, ik ben gewoon sprakeloos. Is echt nog gewoon beter dan die van vorige keer. De Mario, die vond ik ook heel leuk. Maar ik vind deze toch wel net iets leuker. Onze uiteindelijke highscore is 1061. En daarbij sluiten we het af mensen. Bedankt voor het kijken. Vergeet het duimpje niet omhoog te doen als je het nog niet gedaan hebt. Niet te abonneren. Hm?
Nee, niet abonneren. Vergeet niet te abonneren. Kan je beneden doen. En achterlaten wat je ervan vond. Als je het zelf gespeeld hebt, wat je highscore was. En wat voor nieuwe adventure map ik moet gaan spelen. Als je dan wel een leuke weet. Dus, dan zie ik jullie de volgende keer weer. Latere mensen.